shit, folks. Yo. Right.
Oké, Celtic houdt al Fenerbahce. Een kwartier na de wedstrijd interview met T2 Fabio Liberato. Even uw relaas van de match, Fabio. Ja, de relaas van de match. We hebben voor de match en zelfs al maandag, 5 dagen voor de wedstrijd, Fenerbahce doorgelicht. Een ploeg die het spel niet maakt, die ons de bal gaat laten geven. Die gaat loeren op onze fouten en die ons daarvoor gaat op afstraffen. En ja, wat we gezegd hebben, dat is ook uitgekomen. We hebben daar weinig tegenover gezet. En we hebben verloren op de manier die wij gezegd hadden dat zij gevaarlijk zouden zijn. En dat is door onze fout af te straffen. Dus de weerspiegeling van de analyse van de coaches was inderdaad de juiste weerspiegeling als ik dan de wedstrijd heb gezien. Hebben we daar dan zelf te weinig aan gedaan? Hadden we te weinig middelen? Of was de ploeg dan net niet hot genoeg vandaag? Dat was één. Iedereen die de wedstrijd heeft gezien, die weet dat één speler hot was. Dat was Moesti Ujuk. Als je zo 4 man hebt vandaag, dan gebeurt dat niet. Daar ben ik bijna zeker van. Ik vind dat veel spelers in de spiegel mogen kijken en wel degelijk te hun eigen zeggen dat ze er weinig aan gedaan hebben. We hebben vandaag tegen een ploeg gespeeld die tactisch niks was. Die ons de bal liet. En we zien ook als wij de bal krijgen dat we ook problemen hebben. Dat we niet het spel weten te maken. Maar dan. Dus je ziet omschakelen en je ziet ons omschakelen en wij zijn verwittigd. Ja, je zou zeggen, een verwittigd man is er 2 waard, maar we waren niks waard. Ja. Dus als ik dat dan even in relaas neem, alle verwittigingen te spijt, belangrijke wedstrijd voor ons, voor Celtic, dan mag ik toch zeggen dat er iets in de groep is geslopen of iets in de groep zit die niet weten hoe belangrijk en kapitaal deze wedstrijd was dan. Ja, dat is blijkbaar waar. Hè. Dat was de belangrijkste match van het seizoen. Zeker van de heenronde. Hier kon onze rechtstreekse concurrent zelfs op een punt zetten met een match minder, als ik goed reken. En ja, dat hebben we niet gedaan. En dat was precies dat spelers het belang van de wedstrijd niet begrepen. Als je hen zag terug wandelen, of dat was wandelen op het veld. Ja, verontrustend om dit te horen. Dus dan denk ik van dat we moeten gaan oppassen om niet in een negatieve spiraal of een neerwaartse spiraal te belanden. Dus ook daar moeten we zorgen dat we, en zowel club als coaches en iedereen die iets met Celtic te maken heeft, zich toch voor gaat wapenen. Ja, zeker. Ik heb ook gezegd onder de rust, en ik zeg dat eerlijk, jongens, als coach, ons krediet is op. De club wil de eerste klasse blijven. Die moeten stappen gaan ondernemen. Wie moet vertrekken? De coaches vertrekken. Iedereen die het voetbal volgt weet dat er geen resultaten zijn dat de coachen kunnen oprotten. Maar als ik zie wat onze hoofdcoach gevraagd heeft en wat ik gevraagd heb, en dat gebeurt niet. Ik zei, als je ons verder wilt hebben als coach, dan moet je gaan antwoorden, zei ik onder de rust. Ik zei, want je noemt elkaar toppers, kleppers, alles wat je wilt, maar je bent tegen een caféploeg aan het spelen die goed inzakt en die je fouten afstraft. Die eigenlijk geen trainer nodig hebben. We hebben een hele omkadering, we trainen, die mannen trainen niet. Die peper ons in. Normaal moet je vandaag Celtic zijnde zonder trainer kunnen winnen. Er moet nog geen trainer aanwezig zijn. Ja, dus eigenlijk een beetje terug opnieuw beroepsernst. Want inderdaad, we hebben al gesprekken gehad. Dan is dat even een opflakkering. Maar ik heb het gevoel een beetje dat het niet graag gehoord wordt door sommige spelers als er een beetje kritiek wordt geuit. Ik denk het niet. Dan dank ik u bij deze. Gaan we kijken wat de nodige tijd ons gaat brengen. Maar in ieder geval is dit iets wat wij vandaag niet zomaar kunnen laten passeren, wat vandaag is gebeurd. Ja. Ik dank u voor uw interview. Oké, tweede interview van de avond. Moesti Ujuk. Ik meen te mogen zeggen, enigste lichtpunt in de donkere wedstrijd. Uw relaas van de wedstrijd, graag. Ja, slecht begonnen. Ook in het voorbije minuut ook slecht, maar ja, je probeert niet. Lukt niet, omdat je mist veel, te veel zelf, denk ik. Ja, dan krijg je zo golen tegen, zo kut golen gewoon. Als je dan inderdaad de wedstrijd beleeft vanuit de tribune, dan is de enige samenvatting van dit is veel te plat, dit is veel te weinig. Hier zit geen beleving in, hier zit geen drive in. Juist met de T2 nog besproken, zo'n kapitale wedstrijd. Zeg me eens het gevoel dan vanuit de groep. Hoe start gaan zo'n wedstrijd? Hoe start gaan de tweede helft? En uiteindelijk, hoe leeft het dan na de wedstrijd? Binnen was alles goed. Iedereen was aan het praten. Ja, we moeten de 3 punten pakken.
we moeten die hier houden. Ja, ik dacht, oké, het is goed aan gaan hier, in de kleedkamer dan. Het was ook beter aan gaan, maar op het moment als je goal binnenkrijgt, wordt 0-1 of 0-2, dan begint het al ja, zijn dingen te tonen. Hè. Dan, ik weet niet hoe, ik weet niet wat echt, ik heb geen woorden ervoor. Maar sommige spelers, of ja, ik niet, maar sommige spelers zijn gewoon, geef het op, denk ik. Dat is het gewoon, want als je hier niet opgeeft, dan wint je nog die match. Of speel je gelijk, of eender wat, maar je verliest niet met 1-4 hier. Echt niet. Ja. Ja. Het is onbegrijpelijk dat inderdaad zo'n samenvatting van u moet komen. Dus dat we moeten zeggen, ja, ik begrijp het niet. Zelf begreep ik ook niet van wat ik allemaal zag op het veld. Omdat ik jullie dan meemaak door de week. Dat is allemaal positief, dat is allemaal ervoor gaan. Twee jongens die een beetje geblesseerd zijn, waaronder jijzelf. Die dan heel veel moeite doen om toch op plein te geraken. En dan toch niet iedereen op sleeptouw kunnen nemen voor aan hetzelfde zeel te trekken. Dat is het gewoon. Dat maakt me zo... Ik heb mijn blessure geknokt gisteren, ik heb gevochten ervoor, ik heb Kobe gebeld, ik zei ik moet erop staan. Ik kom erop staan, ja, ik scoor nog 1 doelpunt van de 4 en ja, ik doe alles. Allee, niet ik alleen, ik wil me eigenlijk niet opschappen of zo, maar... En dan kijk ik erop me heen, ja. Uiteindelijk is het 1-4, ik heb een scorebord, ik heb zoveel gelopen, maar het draait gewoon niet. Ik weet niet waarom, maar ik heb ook geen uitleg voor de camera, voor niemand niet. Ik weet niet waarom, gewoon echt. Ik ben het ook helemaal kwijt. Is het dan een beetje begrijpelijk dat je als bestuur zijnde dan even zegt van oké, okay, x aantal weken geleden doen we een gesprek in de kleedkamer, dan zien we wel even een opflakkering, maar dan daarna hervallen we allemaal hetzelfde leed. Mm-hmm. Is het dan niet begrijpelijk dat het bestuur zegt van dit kan niet meer en dat we op een andere manier moeten gaan kijken om dit recht te zetten? Want op dit moment eerlijk denk ik dat enkel het bestuur beseft wat er moet gebeuren en dat we absoluut een eerste nationale willen. En dat bij de spelers een beetje zit van, het zal wel weer loslopen. Ja, ik denk, jullie hebben wel gelijk. Ergens, sowieso. Want niemand te verliezen. Zeker jullie niet als bestuur, ik ben Celtic. Ja, jullie hebben de ploeg al heel lang. Ik begrijp jullie volkomen. Ja. Als er nieuwe spelers moeten aankomen, of naar hier moeten komen, dan is dat zo. Daar heb ik al respect voor. Als het maar punten oplevert, dat is het gewoon. En ja, zwakke schakels, ja, die moeten eruit. Wie ook maar. Ik wil absoluut een eerste blijven, gaan we daarbij besluiten. Oké, ik dank u.